Goedemorgen, schatje. Ik ben wat van het wassen met de natuurlijke zeep. Laat hem eens zien. Ligt daar. Ouderwetse zeepbaar. Ga ik daar weer lekker brood voeten lopen, denk ik. We hebben net al een klein rondje gedaan en niet gefilmd. Even opladen zonder camera. Het is wel belangrijk om niet alles te filmen. Want dan leef je op een gegeven moment weer helemaal in de technologie. Ik ga even naar mijn ouders auto terugbrengen en gaan we even werken. In de sportschool, ga gelijk trainen. En dan gaan we verder met het regelen van de verjaardag. Cadeautjes kopen, verjaardag, spullen regelen, eten maken. Ga maar weer werken. Even mijn piemont wassen. Nou, wat gebeurt er? Moet je helemaal niet zeggen. Ja, dat maakt het uit. Dus, ik heb er zin in. Het wordt vandaag mooi weer ook. Let's go! Hij is nu aan het werken. Oh, je scheet gelaten, die stinkt heel erg. Wat hè? Wacht even hoor. Oh, mijn hart gaat echt een keer. Een klein scheetje gelaten, ik hoor wel. Het stinkt. Nee, ik krijg net blijkbaar al, het is... Sorry, ik ben heel enthousiast. Het is 9:15. En ik heb al een mailtje binnen van het huis. Dus dat houdt in of het wel of niet doorgaat. En ik ben echt heel erg benieuwd. En dit kan de toekomst veranderen. Zal ik hem maar kijken? Ik durf het niet. Straks is het niet zo'n balweek of zo, weet je wel. Maar ja, we hebben gezegd... Beste John en Nomi, laatste appartement de eerste stad is niet aan jullie toegewezen. Ik hou jullie op de lijst. Mocht er iets vrijkomen hier of elders, succes met de zoektocht. Jammer. Shit, het is hem niet. Wat jammer. Oh, dat vind ik echt heel jammer. Kut, hè? Dus dat is wel kut. Dat betekent dat we verder moeten gaan zoeken. God heeft bepaald. In allerlei gaten en hoeken. Tot we iets anders kunnen vinden. God heeft bepaald. Oké. Nou, jammer. Het huis gaat niet door. Nee, echt? Ja. Balen. Echt jammer, hij is toegewezen aan iemand anders. Ah, joh. Ja. Oké, eens even kijken voor een cadeautje voor de zussen. Die is natuurlijk morgen jarig. Misschien is dit wel leuk. Zal ik hem eens even voor de grap eens even maken? En dan doen we gewoon jouw eerste letter, mijn eerste letter en je zusjes eerste letter. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, vind je het leuk? Wel gepersonaliseerd. En dan doen we nog gewoon een klein cadeautje erbij. Oké. Okay. Nou, ik krijg wat over de zin als ik hier sta, weet je wel. Bramen, bessen, kersen, druiven, aardbeien. Oké, ik heb het overleefd. En dus denk, waar heeft hij het over? Ik heb net eventjes 2 uur getraind. Benen, borst, schouders en tricep. Gisteren had ik dus eventjes rug en bicep gedaan. Dus ik dacht, nou, vandaag even de rest. Maar wat bedoel ik met ik heb het overleefd? Als jij jezelf mentaal wil uitdagen, moet je dus zonder het ontbeten te hebben naar de markt gaan. En dan bij verschillende kraampjes wat kopen. Maar gezonde dingetjes dan, bijvoorbeeld groentes en fruit. En volgens een kettentje wat we net hebben gedaan. En dan gewoon loop je langs de visboer heen. Langs de kaasboer, langs de loempiaboer, langs de notenboer, langs de kippenboer. En alles ruikt zo lekker, snoepboer. Dat je constant eigenlijk alles wil hebben, maar uiteindelijk doe je het niet. Het is echt wel even lekker. Ik ben er gewoon trots op. En ik ben daarna nog aan het bakken geweest om brood te halen. Dat gaan we zo meteen bij de soep eten. Maar dan wil je eens lekker eten maken. En dan zie je al die koekjes, taart, alles zie je dan weer liggen. En dan denk je toch van, oh, ik wil het hebben. Maar als je het dan niet doet en je bent thuis, denk je weer van, gelukkig. Lieve Vader in de hemel, bedankt voor dit heerlijke, gezonde, voedzame maaltijdje wat we voor ons hebben. Dank dat we net lekker hebben mogen trainen en hebben mogen genieten van deze ochtend en van elkaar. Bedankt. Dat we zondagmorgen de verjaardag mogen vieren van Naomi en haar zusje Sanne. En de hele familie bij elkaar brengt. En ook mijn familie erbij. Geef ons daar kracht voor om alles op tijd klaar te hebben. En dat het gezellig wordt. En dat iedereen blij is en lekker mag eten van de dag. Oké, okay, we waren even onderweg. We hebben even wat cadeautjes gehaald. En dat is deze wafelmaker met
spekjes. En met sprinkles. Dus dat is wel heel erg leuk. En dus dan kan ze lekker dingetjes gaan maken. Dus die staan ook een beetje op de achtergrond wat je allemaal kan maken. Dus dat is wel even leuk, toch? Zeker. Het nadeel is voor mij weer, en wederom, gewoon die snoep allemaal in de winkel, jongen. Oh, zo lekker. Ik heb niks gehad. Nee, je hebt het goed gedaan. Ik heb mijn arm getraind, dus die camera is zwaar. Maar moeten we nog voor jou even naar de boekenwinkel rijden? Bijbel, een Bijbel in je verjaardag hebben, toch? Oh, nu denk ik wel. Nu denk ik wel. Hm? Nee. Dan moet je. Wil jij nog. Ik zeg dat je die Bijbel. Ik wil een Bijbel, ja. Als je die Bijbel krijgt. We kunnen altijd naar een andere winkel eens rijden, toch? Ik wil een Bijbel. Kijk, weet je wat het is? Kijk, ja? Ja? Nou, ik had meer besloten van mezelf. Ik wacht gewoon na mijn verjaardag. En als ik. Niet een Bijbel krijg, om het even zo te zeggen, dan koop ik er zelf een. Ja. Zo is dat het meer bij mij in mijn hoofd. Mm-hmm. Maar ik wil jou graag een Bijbel geven. Alleen, ik vond die ene Bijbel best wel duur, zeg maar. Ja, die was heel duur. Dat was meer het ding. Maar uiteindelijk was die ook wel heel chaotisch, moet ik zeggen. Ja, en dan, kijk, het was even uitleggen. Het was een Bijbel speciaal voor vrouwen, dus dan gaat het ook wat meer diepte in over. Vrouwen en dat soort dingen. En hoe ze vrouwen zich zouden moeten gedragen en met aantekeningen erbij en zo. En ik denk van ja, dat is allemaal leuk, maar het is gewoon weer extra dingen ingeschreven door een extern persoon waar je dan weer extra dingen kan maken. Laat me zitten weer. Nee, kom maar. Nee, die camera gaat er niet staan en nu wordt alleen maar gekraak. Nee, helemaal niet. Wow, dat is gewoon niet leuk. Ik kan toch even die camera vasthouden? Ja, maar zo is dat te perfect. Nee. Het is jouw camera niet. Ik heb 2000 euro voor die camera betaald. Ik vind het gewoon niet chill, dat weet je. En ik snap niet waarom je nou per se die camera daar neemt hebben. Omdat het te zwaar is in mijn arm en je praat. Hoe kan dat nou? Praat te veel. Ik geef er één inlichting. Is het goed, toch? Nu is het goed. Ik heb gewoon. Een telefoon houden ze de hele dag vast. Nou, dat je zwaar het is. En ik heb volop mijn arm lopen trainen met jou. Dus mag ik even, ja? Dus wel niet je grote fucking mond dichthouden. Snavel van jou. Oh, ik word hier zo moe van. Oké, John is boos, maar hij weet niet waarom. Nou, waarom kan je die camera nu wel vasthouden? Ja. Ja, maar ja, er net is. Ja. Ik kan niet eens uitleggen. Ik kan die camera gewoon met 2 handen vasthouden. Waarom zijn we zo overbelicht elke keer? Ja, jij hebt dat ingesteld, denk ik. Nee, helemaal niet. Sinds jij dat ingebruikt, jongen. Oh. Zo'n licht. Nee, ik ga een Bijbel halen voor jou. Dus dat bedrekken we ons hier ook. Ja, en nu? En transformeren ze naar een volgende karakter. En dan zijn ze vol sterk en snel. Is het er nu uit? Ja, wel. Ik heb nu wel last van mijn keel. Oké, zijn we bij die IKEA aangekomen. Ik zie daar plantaardig ijs. Wat zou dit inhouden? We gaan het eens even vragen binnen, denk ik. Je kan eens zien dat er een lamp boven hangt, maar... Ja, stappen toch? Kijk, hier is de fucking ingang, hè. Kijk, en hier ligt alweer gelijk koek. Wat zijn het eigenlijk? Kaffereeps. Die reep bij de café. Koek. Ingang. Koek. En ik sta er tussenin. What you gonna do about it? Dan zie je aan een hond zo happen. Ja, als je moet het voorzien, ik heb fantasie, ik zie het voor me. Zie ik nou chips? Ah, jongens. Ik zeg weer koek. Niet normaal. Nou, dat zitten we dan alleen aan de koffie. En thee. Maatje. Oh. Deze gaan we morgen meenemen. Of nu meenemen. Morgen? Voor de verjaardag morgen. Ja. Bent u dat, John? Welkom. Hoi. Hey. Hey. We zijn met mijn ouders aangekomen. Hier gaan we spullen inladen. Tafeltje, bakkrukken. Barbecue's mijn vader aan het schoonmaken. Houtskool nemen we mee. Dan gaan we zo meteen nog staantafels halen.
En misschien nog wat banken en zo. Dat gaan we even allemaal vast naar ons huis te brengen, zodat we dat morgen vroeg gelijk allemaal klaar kunnen zetten. Ja. Nou, ben je gaat werken. Zaterdagavond. Ik kan niet helpen. Geen probleem. Kijk, joh, dit heb ik nog nooit gezien. Zie je gewoon die wolken zich gewoon kolken. Als je kunt zien, die kussens hebben we even gedaan. Ze klappen misschien het raam open. Oude prankstruis dan. Oké, laatste ritje. Maar mijn vader heeft in één keer wat nieuws ontdekt op de auto. Gewoon een selfie cam. Waar zit die camera dan? Niet veel, hier ergens, denk ik. Oh, daar ja. Donder. Oh ja, kijk. Nou, dat is best helder, maat. Wat is dat? Dat is gewoon 4K. Dat is wel jammer eigenlijk. Wat dopje. Alles is klaar. Alles is geregeld. Ik ben naar de supermarkt gereden. En ik was helemaal vergeten dat het vandaag zaterdag was. Wat betekent dat? Zaterdag is eigenlijk gewoon mijn cheat day. Tenminste, wat vroeger had met cheat day. Wat betekent dat? Dat ik gewoon lekker mag eten en drinken wat ik wil. Tenminste, niet de hele dag, maar wel gewoon één moment van de dag. Ik heb al mijn vitamines, mineralen, voedingsstoffen lekker op vandaag. En nu is het tijd voor mij om even lekker te chillen. Ik ga zo meteen lekker filmpje kijken, even nog een vlog editen. Ik voel me nu net rood kapje met deze doos. En deze zag ik in één keer liggen. Die heb ik ook nog nooit op. Dus gaan we deze gewoon eens even lekker opeten. Misschien heb je ze wel eens op. Proef aardig chemisch. Altijd snoep gegeten of koek, denk ik aan terug aan Prankster. Naar het moment dat we alle snoep van de snoepwinkel gingen eten. Of nee, 10 kilo wedstrijdje snoep eten, 10 kilo snoep eten. Dat eigenlijk, ja, super cool. Ja, echt een leuk verhaal ook, John. En ja, echt spannend ook wat je op je zaterdagavond doet. Ja. Heb je een pin, een klepje? Heb je een pin, oh, raga, peru, zo, ribarelo, yo, perdu, hey, oh.